Ja, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Mijn naam is Niels, dit is Martijn. En we zijn ook samen met een soort van nieuwe derde Gierige Gast. Of vierde Gierige Gast. Ja. Bram, kom er maar bij, Bram. Kom er even bij. Vorige week hebben we natuurlijk laten zien hoe we met jouw briljante idee met Dolfinarium shirtjes. Dat is leuk, nu verspreek jij je weer. Ja. En we gaan gewoon door. En we gaan weer door. Micratuurpark, hoe noem je dat? Micratuurpark, inderdaad. Nou, de rollen zijn echt omgedraaid, ja. Denk ik. Hè? Ja. Ik begin en jij bespreekt je. Toen zei jij op het einde, ja, maar dat is heel leuk, maar jullie gebruiken nu alsnog iets waar je geld ervoor uit moet geven. Vertel even over hoe je op dit idee bent gekomen. Iets met je vader? Ja, nou, dat is dus wel een leuk verhaal. Dat dacht ik al, ja. Ja, is het een mop of is het echt een verhaal? Het is echt okay. Serieus. Ja, ja. Gaan we even zitten. Okay. Ja. Okay. Ga er maar even voor zitten. Pak nog een chocolaatje, wat frisdrank. Bram heeft een verhaal. Hij zei van, ik was dus een keertje in de Apel. En toen stond daar een lange rij. En toen ben ik gewoon via de uitgang naar binnen gelopen. En toen dacht ik, dat kunnen wij dus ook gaan doen. het wordt steeds creatiever hier bij de Giergasten. Dus wij gaan... Ja. Gewoon zonder truc naar binnen lopen. Ja. Hard. Dus, want er waren nog wel wat comments inderdaad van bij Miniatuurpark, hoe heet het ook alweer? Maduro dan, ik vergeet het steeds. We waren een aantal comments van kijkers en die zeiden van... Ja, je moet helemaal dubbel je gear gaan huren. Het kost veel meer geld dan die hele entree aan zich. Ja. Natuurlijk, bij de Dolfinarium hadden we het ook even laten bedrukken. Hè? Dolfinarium ja, op het roze shirtje. Alleen een shirtje, maar het kost geld. Ja. Dus nu gaan we laten zien dat je ook gewoon zonder truc... Zonder dus geld. We verkrachten eigenlijk ons format, wat we 7 jaar lang hebben gedaan. Eigenlijk heb je geen truc nodig, krijg je alles gratis in het leven. Aldus de vader van Bram. Ja. Heeft jouw vader ook een naam? Ferry. Gruwelijke naam, Ferry. We gaan kijken of je gelijk hebt. Ja. En als je gelijk hebt, dan stoppen wij per direct. Dus dit wordt dan een spannende aflevering. Ik ga dit zo meteen samen met mijn vader verder doen. Gierige gasten. Gruwelijk. Als dit mijn werkt, zegen heb je. Als dit werkt, dan presenteer jij de volgende aflevering met je pa. Ja. Dat is goed. Oprecht. Ja, echt. Ja, echt. Dat is een deal. Dat is een deal. Leuk, man. Oké, mijn Niels. Ja. Dit is tactiepjes spreken trouwens. Dit is tactiepjes spreken. Ja. Mocht er iemand zeggen van, hé, hey, dit is uitgang, zeggen wij gewoon... Dat weten wij. Dat weten wij. We zijn alleen wat vergeten. Ja, die toch? Is goed. We zijn onze parapluutje vergeten. Hey, weet jij nu ook niet waar we heen moeten? Zo. Zo? En dan? Oh, dit is de uitgang. Zoals je achter ons kan zien, zijn we nu midden in de Apenhul. Die Bram die blijft ons gewoon volgen waar we gaan. Het is echt een beetje gênant. Een maki-aapje. Doe je tas goed dicht hier hoor, want ze stelen alles. Ja, we lopen nu nog steeds. Met een teringlange uitgang, dus ik weet niet zo goed waar we zo meteen terecht komen, maar het is in ieder geval echt heel spannend. Hoe lang duurt dit? Geen idee. Het is ook niet dat ik dit wekelijks doe, hè? Nee, maar het is wel dat je met je vader hier helemaal plannen voor hebt zitten smeden. Ja. Dus ga nog niet stoer doen. Hey, en hoe oud was je vader toen hij dit deed? Gewoon volwassen man. Oké. Een beetje... Beetje zoals wij. Beetje die verdrietige situatie die wij nu hebben. Zo. Als hier geen kaartjescontroleur staat, dan vind ik het wel mooi gevonden en heel slecht van de Apenhul dit. Dit gaat niet goed? Natuurlijk gaat het niet goed. Nee, want ik zie nu al dat die mensen... In een rij staan. In een rij staan. Ik ben bang dat Ferry volgende week niet op dit kanaal te zien is. Jezus. Echt, serieus? Ja, dit is het. En wij maar al die jaren moeilijk doen. What the fuck gebeurt hier nou? Eén ding is in ieder geval zeker. Nou, heb je die kutbram ook weer met die grijs op de stoel? Dat is Bram. Kijk hoe blij die is. Kijk hoe blij die is. Dat is top. Is toch top? Waarom zou je dit niet doen? Waarom zou je vanaf nu betalen voor die kaartje? Nee, ja, inderdaad. En waarom zou je dit niet doen? Apenhul exposed. Ja, ja, ik wat een Mongolen. Ik denk dat volgende week hier wel één extra bewakertje staat. En ja, misschien... wat ik ook denk, is dat volgende week wij Ferry op dit kanaal te zien krijgen. Met zijn zoon. Geef even een duimpje omhoog als je dat wil zien. Het glunder is van oor tot oor. Kijk deze. En ik wil wel even een rondje maken hier? Nu. Ja, zeker. Oké. Okay, Ferry. Facepack. Mooiste dag aan mijn leven. Ja, hè? Je straalt ook helemaal. Hop, hop, hop. Paardje in.
over hekken, sloten henen, maar voorzichtig, breek geen benen, hop. Ja, dit is toch wat je wil. Gratis dit mogen meemaken. Ik heb pas één aap gezien. Ik heb een ramp. Ja. Hier zijn loslopende apen. Kijk eens. Daar bovenop. Die komen ook op je en zo. Ja. Kijk eens hoeveel onze man daar wat duikt, jongen. Ja, ja. Geef die apen even relaxed dat ruimte, man. We zitten nog steeds meer in COVID, hè? Moet je voor... Ja. Was die van de loslopende apen? Ja, hè. Ik ben nog naar één attractie heel erg benieuwd. Dat is de uitgang. Ja, ja. Zo zijn we binnengekomen. Oh, ja. Zullen we nu via de ingang naar buiten? Ik heb er een week naar uitgekeken, jongens. Om eindelijk met jullie een dagje... We gaan naar huis. Nee, we gaan nog niet naar huis. Ik heb een kijk in, we gaan naar huis nu. We hebben apen gezien. Je vader komt volgende week in de aflevering. Ja. Jij bent gewoon weer te zien op het kanaal. Ja. Wat wil je nog meer? Je wilt rekken? Ik snap dat je wilt rekken. Ga jij dan nog even vloggen over je ervaring? Over alles wat je nog tegenkomt. Dan zitten wij lekker warm in de auto. Ja, laten we dan maar gaan. Ik zag ook in de comments staan van leuk dat er weer iemand meedoet die nog wel een beetje energie in de content steekt. Nee. Dat probeer ik vandaag weer, maar... Nou, welkom bij Bram's apenvlog. Dus ik loop hier nog even in mijn eentje door de apenhul. Zie ik ineens Joost hier. Hey Joost! Hier een wilde eend. Super wild. Je zou bijna zeggen, ik zie door de bomen het bos niet meer. Maar ik zie door de bomen de gorilla's niet meer. Ah, daar zien we er eentje. Met een babytje. Zoek de verschillen. Wat kun je combineren? Dat het eigenlijk te makkelijk is. Ja, staat echt naar. Maar mijn pa die zei dat dus. Ik heb gewoon geen zin om zo tering lang in die rij te staan. Weet je wat ook jammer is aan deze video? Normaal gesproken is bij de gierengasten spanningsmuziek. Oh, komen ze binnen? Ja, die zitten in deze video dus gewoon niet in. Wat? Voel je die niet? Oh, nu in één keer. Waar komt dit vandaan? Oh, een bewaker. Nee, toch niet. Oh, stop, bro. Dit is gewoon wat je skipt. Jij gaat gewoon helemaal door. Jezus. Helemaal door. Wat een shit. Helemaal door. Houd niet op. Wat een stelletje mafketens, hè? Ongelooflijk. Kijk, hij zit er zelf uit te lachen. Hij zit er zelf uit te lachen. Als ik jou een tip mag geven, daar kun je ook naar binnen. Ben je heel snel, betaal je niks. Oké. Okay. Allemaal mensen die gaan betalen. Wat een sukkels. Nou, waar we zijn begonnen, ben ik nu ook weer geëindigd. De uitgang. Ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn extra tijd die ik in deze content probeer te steken. Dankjewel voor het kijken en liken, comment en abonneren. Tot volgende week. Later.